U zit op de rand van het bed. De knie is licht gebogen. Gebruik één brede LZ-zwachtel van 6 of 12 meter. Gebruik niet de korte rekzwachtel. Deze is niet goed. Kijk in de zwachtel. Breng een anker van 3 lagen aan rondom het bovenbeen, net boven de knieschijf, met zeer lichte rek. Zwachtel via de voorzijde van de knie naar beneden. Dan voldoende rek geven in de zwachtel over het uiteinde van de stomp. Dit is belangrijk voor de drukverdeling die aan de onderzijde van de stomp moet zitten. De drukverdeling moet van boven naar beneden oplopen, zodat er onderaan de stomp de meeste druk ontstaat. Vervolgens wordt er met een zwachtel een visgraat aangelegd onder de knieschijf. Dit blijft zich constant herhalen totdat de stompuiteinde volledig bedekt is. Over het gehele gebied moet evenveel gezwachteld zijn. Wanneer de rol bijna op is, ga je naar de bovenzijde van de knie. Tot je nog net genoeg over hebt om één wending te maken. Als laatste zet u de zwachtel vast met tape. Het is de bedoeling dat de zwachtel, wanneer deze los komt te zitten, weer opnieuw wordt aangelegd. Mocht de stomp na het zwachtelen pijnlijk zijn, doe het dan opnieuw. Mogelijk heeft u te strak gezwachteld. Bij twijfel raadpleeg dan altijd uw behandelaar.